en leuk dat jullie allemaal kijken naar deel 2 van de serie Samen met Lammert. In de vorige video hebben jullie dus alles gezien over het voorbereiden voor het lanceren. Dus Lammert heeft jullie alles verteld over de hulpmiddelen die we dus nu al op hebben gedaan bij Popeye. En nu gaan we dus beginnen met lanceren. Lammert, wilt u vast even wat vertellen wat we nu eerst gaan doen? Ja, dat lijkt me leuk. In principe, als ik een pony of een paard ga lanceren, correct van de stal naar de baan toe stappen, heb je heel mooi voorgedaan. Ja. En dan begin ik eigenlijk altijd te lanceren zonder hulpteugels, zodat een paard eventjes in de houding kan lopen zoals het pony of paard graag wil. Ja. En als, dat doe ik een paar minuten linksom, een paar minuten rechtsom. Stapdraf galopperen. Stapdraf galopperen. En wanneer dat goed gaat, ga ik dan hulpteugeltjes gebruiken om dan ook wat meer te zeggen te hebben over de houding van het paard. Ja, dat ze eerst dus ook even lekker warm kunnen worden. Ik vind het toch leuk om gewoon, longeer jij nou even die pony zoals jij het anders ook gedaan zou hebben. Ja. Ja, dus trek je net wat van aan. Dus, nee. En ook als je denkt van, oh ik kan het niet of ik maak fouten, maakt niet uit. Nee, oké. Okay. Fouten leer je ja. En misschien doe je het wel hartstikke goed. Ja, ik ben benieuwd. Succes. Dank u wel. Looplustige pony, prachtige pony. Hij brengt een mooi de hals naar voren toe en naar beneden. En jij mag wel minder lopen. Ja. Jij doet me een beetje denken aan een kiwi. Die gaan nu een beetje broeden en die lopen allemaal een beetje druk in het land en zo. Blijf maar rustig op je plekje staan. Ja. Ja. Dus eigenlijk is jouw linkerhak is eigenlijk... Je moet ja, wel je steeds moet je linkerbeen even optillen, staan. Maar je linkerhak is als het ware je speelbeen. Ja. Nou, je hebt je paardje al keurig netjes opgesloten tussen de driehoek, de zweep en de longe. En dan zie je, dus dat gaan we zo dadelijk wel verbeteren. Je hebt nog niks verkeerds gedaan. Sterker nog, je doet het prima. Blijf nog rustiger staan. En waar ik je zo dadelijk bij ga helpen, dat is verbinding te maken. Dat de longe niet te strak, maar ook zeker niet te los is. Ja. Dus met die zweep kun je al een klein beetje naar de schouder toe drijven om het paard van je af te zien te krijgen. Ja. Maar loop dan niet naar voren toe, want als jij naar je paard toe loopt, ja, dan, komt dan ga je juist hangen. Die longe, die gaat dan doorhangen. Dat is ja. Goed. Dan kom ik je heel even helpen. Ga zo door, dat gaat heel goed. Zit er ook een galopknop op? Tuurlijk hoor. Laat eens kijken. Paardje heeft de hele dag buiten gelopen, is al een beetje los. Kan goed galopperen. Heel mooi. Laat maar in draf overgaan. Oh. Dat duurt nog een beetje lang, oh. Maar dat is allemaal niet erg. Ze heeft het paard niet tegengehouden. Oh. Het paard kan lopen zoals hij even graag wil lopen als hij niet bijgezet is. Helemaal goed. Ga ik er nu even naartoe. Dan ga ik wat kleine dingetjes ga ik helpen. Mooi zo door laten gaan. Ja. Dat doe je hartstikke goed. En ik pak de longe over. En jij blijft achter mij staan. Wil ze jij... deze ook? Nee, jij mag de rest houden. Kijk, nu blijf ik hier rustig staan. En wanneer het paardje... En kijk even hoe ik de zweep nu heb. Ik heb de zweep een beetje omhoog. Ja, boven hem. Dus, en ik hou mijn zweephand dicht bij mijn schouder. Want als ik die zweep zo... gebruikt, dan wordt die zweep zwaar en word ik moe in mijn schouder. Ja, dus ik hou mijn hand, dicht bij mijn schouder en nu zie je dat ik met de zweep bij het paard kan komen. Ik heb even die staart aangeraakt. Ja. En als je wat naar binnen toe komt, dan zie je dat ik met de slag van de zweep het paard naar buiten drijf. Zie je dat de longe nu al constant strakker. Heel lichtjes. Ja. En nu wil ik een klein beetje actiever. Dus kijk, dan doe ik de slag van de zweep hier achter mij. Nou heb jij een hele mooie, vlijtige pony. Nou wil ik iets meer actie en je ziet dat ik direct reactie zie. Ja, ja, ja. Mogen wij stellen dat dit gewoon een mooie, vlijtige draf is? Ja. Oké. Okay. Doe ik hem een heel klein beetje vlijtiger. Om hem een klein beetje scherper te maken. Ja. Mm-hmm. Nog ietsjes actiever. Ja. En dan gaan we galopperen. Je zag aan de pony dat hij reageerde op mijn stemhulp. Ja. Let op. Let op. Oh ja, gaat gelijk naar voren. Galop. Let op. Galop. Raak ik hem alleen maar even aan. Moet je opletten. Ja. Galop. Daar is hij. Ja. En zie, en ik blijf staan. Ja. Kijk, en ik hou die zweep omhoog. Laat ik hem heel eventjes draven. Laat ik de zweep wat zakken.
Zie je dat hij nu al goed aan de hulpen is? Want bij jou duurt het nog even voordat ja, hij ging draaien. Ja. Nou, zie je, nu hou ik de zweep, hou ik hier zo rustig. Echt wat hoger, ja. Meer bij hem. Ja. Dat hij echt gesloten. Dan merk je nu dat de samenwerking tussen wat ik met mijn zweep doe. Dus als je naar binnen komt, komt die slag van de zweep wat naar voren, zie je? Ja, gaat hij wat meer. Ja. En wanneer ik me activeren wil, dat hoeft nu niet, want het is actief genoeg, doe ik dat van achteren naar voren. En ik blijf zelf staan. Ja. Nu doe ik ik doe altijd helemaal zo. Ja. En dan doe ik even na wat jij daarnet deed. Jij deed dit. Kijk, en nu loop ik de druk van de longe af. Ja, zie. En dan heb je ook geen verbinding meer. Dan heb je geen verbinding meer. Nee. Dus blijf staan. Doe nog, hier, moet kijken wat de reactie naar voren. Hoefde ik hem niet eens meer te raken. Nee. Je ziet dat ik nu weer een constante lichte druk in de hand heb. Ja. Je ziet ook dat ik de longe beet heb als een teugel. Ja. Zie je? Ja. Nou, ga ik dan een klein galopje doen en dan geef ik jou dan daarna dit. Oké? Okay? Let op. Galop. Juist. Zie je, ik hou mooi verbinding. Ja. De zweep die ondersteunt, dus als ik er nu op gezeten zou hebben, moet ik niet te veel been geven, maar gewoon mijn been aangesloten houden. Ja. Zie, nu kan ik hem een klein beetje voorwaarts. Nu wil ik gaan draven. Zweep zakt en dan geef ik hem het signaal. Moet je opletten. Ja. Zie, en direct een hele mooie overgang. Ja. Dus jij draait met je paard mee. Dus jij staat ook loodrecht op je paard. Ja. Dus niet zo gaan staan of zo, loodrecht op je paard. Recht, ja. En jij plakt je hand aan de mond. Echt in een rechte lijn. Ja. Als je wat naar binnen te komt, laat je gewoon de hand zakken. Ja. En die pols een klein beetje naar buiten, dus een ruiterhand. Zo. Gewoon een ruiterhand. Zo. Ja. Juist. Dan geef ik dit even naar een andere hand. Juist, kijk. Goed zo. Mooi zo te... Juist, dat is goed. Zie je, als de longe een heel klein beetje doorhangt, dus het gewicht van de longe is al voldoende voor de braaf. Mooi tikken. Blijf mooi staan. Ja. Want als je een klein beetje gewicht in je hand hebt en je brengt je schouder naar voren... Ja, hangt hij al los Ja. Nou, geef ik jou heel even de zweep zo. Ja. Mooi de zweep bijhouden, daar. Zie je? Ja. Op die zweep, die gaat zo weer mee. Ja. Nou, zo dadelijk ga ik de cirkel verlaten. Ja. En dan hou jij dezezelfde activiteit. En dan gaan we nog één keer terug naar dat kleine galopje en dan gaan we hem daarna bijzetten. Doe hetzelfde even rechtsom en dan bijzetten. Ja. Goed, galop. Mooi. Oh, blijf mooi staan in het midden. Blijf staan. Zweep mooi hoog houden, maar rustig met die zweep. Want die heeft nauwelijks aandrijvende hulpen nodig. En laat nu de zweep maar zakken en laat hem maar draven. Daar is die zweep er een beetje optillen. Je hoeft hem niet te activeren. Want hij gaat zo actief. Mooi. Nou. Goed. Gaan we rustig een stap over. Ik help wel eventjes. En dan gaan we wat bijzetten. Braaf. Goed gedaan, jonge dame. Nou, het bekende touwtje. Ja. Dus als ik longeer, doe ik met dubbele longe of met een touwtje. Dan met een touwtje kan ik laag, kan ik hoog, kan ik lang, kan ik korter. En met een bijzetteugel bijvoorbeeld, die begint bij de singel en loopt dood bij het bit. En een touwtje, dat zal ik nu uitleggen, dat glijdt door de bitringen heen. Ja. Touwtje 6,5 meter. Ik heb het net uit het zakje gehaald. Ik ga eventjes het midden van het touwtje opzoeken. Dus de twee uiteinden bij elkaar. Doe hier even een knoopje in, precies het midden. En het midden van het knoopje. Ja. Het midden van het knoopje leg ik op de opzet. Zie je? Ja, weer bij de teugel. Ja, nou, ik zal uitleggen hoe ik dan het touwtje verder bevestig. Ik wil eerst, als ik begin met het longeren, wil ik graag eerst in de lage lijn longeren. Dat wil zeggen, mooi, rustig, wat laag in de hals. De hals op lengte, zodat het paard dus niet met een weggedrukte rug loopt, maar dat het paard over de rug loopt. Dat het paard een beetje meer dat idee geeft. Ja. Nou, dan doe ik het ene helft van het touwtje doe ik door de onderste ring.
Dan ga ik met het touwtje naar het bit toe. Dat doe ik dan van buiten naar binnen door de bitring heen. En aan de andere kant doe ik precies hetzelfde. Ja? Moet ik deze vasthouden? Nee, dat is zo goed. Nee, het mag gewoon hangen. Je hebt een hartstikke brave pony. Ja. Dus dit doe ik precies hetzelfde. Dus dan hangen de twee touwtjes hier. Dan pak ik de uiteinden bij elkaar. En ik zal eventjes met één touwtje voordoen hoe het bekende lusje, het paardenlusje, werkt. Dus wat ik zo dadelijk met twee touwtjes tegelijk door het ringetje tussen de voorbenen doe, doe ik met één touwtje even voor aan de binnenkant. Dan kun je het beter zien. Dus ik doe het touwtje dus gewoon zo door de ring heen. Misschien nog wel makkelijker om hier even uit te leggen. En dan haal ik het uiteinde van het touwtje haal ik hier overheen. Leg ik mijn duim en wijsvinger zo op het touwtje en maak ik hier een lusje. Dan trek ik dat een beetje strakker en zo trek ik dat daar tegenaan. Zo gaat het nooit weer los. Ik hoef hier maar aan te trekken, is het los. Ja. Doe dat één keer voor, dat vinden veel mensen moeilijk. Dus eerst even oefenen, daar doorheen, het uiteinde op de stoot daar even overheen, je duim en wijsvinger zo op het touwtje aantrekken, beetje spanning erop en ik strop hem tegen de ring aan. Zo is hij weer los. Duidelijk? Ja. Dat doe ik nu met beide touwtjes tegelijk tussen de voorbenen. Nou, we hebben het paardje nu dus bijgezet. Het touwtje dat kan over het opzetje over de zengel heen glijden, dus ik ga hem nog geen stelling of buiging of zo afdwingen. Dus wanneer het paard zo dadelijk op de rechterhand rond gelongeerd wordt, dan kan hij zelf een klein beetje bepalen of hij nog recht in de hals wil blijven of een klein beetje in wil buigen. Dus ik dwing hem nog geen stelling af. Nee, oké. Maar je ziet al dat het paard nu niet meer met zijn neus daar kan lopen. He, en ik heb altijd als foefje, als ik het paard even bij ga zetten en hij heeft zijn hoofd zo hoog, dan heb ik altijd even een biksje en je ziet dan bukt hij, hij bukt zichzelf al, hij gaat zelf al in die houding lopen en even een klopje, dan weet je zeker dat je zonder protest kunt beginnen. Ja. Nou, wij gaan nu dus rechtsom, dus ik ga de zweep eventjes aan de linkerhand geven. De longe heb ik links opgenomen, dus moet ik ook weer vanuit de linkerhand afwenden. Dus nu loop ik weer achter het binnenoog van het paard, richting binnenachterbeen. Ja. Nou, nu drijf ik hem heel rustig van me af. Ik geef niet meer longe weg dan dat ik hem naar buiten drijf. Dus ik ga dus niet dit doen en hopen dat hij naar buiten gaat. Ik blijf zelf dus hier. Ja. En mijn zweep, die drijft hem als het nodig is naar buiten. Maar dat doet jouw pony al heel keurig. Nou, ik heb een hele ontspannen stap. Ik wil mij voorbereiden om aan te gaan draven. Dus ik ga hem een klein beetje attenter maken. Klein beetje met het zweepje zo richting zijn staart. Let op. Let op. Draf. En je ziet dat hij direct gehoorzaamt. En ik blijf hier in het midden staan. En je ziet dat het paard een keurige verbinding heeft. De longe is niet te strak, want ik sta hier ontspannen. Ik sta hier rechtop op. Dus je begrijpt dat wanneer ik nu mijn schouders laat zakken, dan is de druk van de longe ook weg. Dus zelf ook. Net alsof je op een paard zit, je hoofd op, je hart naar voren, rechtop. Nou, eens kijken hoe mooi dat hij aan jouw hand loopt. Kijk, zo mooi loopt hij aan mijn hand. Hij vraagt lichte steun in mijn hand. Dat noem ik aanleuning. Ja. He, dus ik zoek verbinding. Ik drijf hem naar buiten als hij te veel bij me blijft. Ja, ik drijf hem zo naar voren. Je ziet ook echt als ik dat wat die verbinding pakt. Het paard wat wil activeren en mijn hand die plakt als het ware aan de mond. Nou, dit is hartstikke mooi. Vind jij dit ook?
Ja, zeker. Je ziet ook echt dat hij verbinding neemt. Hij neemt nu verbinding. En dan zie je ook dat hij mooi symmetrisch om me heen draaft. Halsje naar voren toe. Nekje naar beneden toe. Hals op lengte. En wat ook heel belangrijk is, dat moet je met me eens zijn. Dat neusje mooi voor de loodlijn is. Dus je ziet ook dat hij voor het singeltje niet duidelijk korter is dan achter het singeltje. Nee. Je ziet dat hij hals op lengte blijft. Hij heeft mooi elleboogvrijheid, schoudervrijheid, schofvrijheid. Nou, hier geniet ik dan van. Ja. Kun jij je dat voorstellen? Ja, zeker. Klein galopje. Beetje activeren. Ik klik met de tong en ik zie direct meer reactie naar voren. En ik heb verbinding. Zie je? Ja. Dus ik ga even voordoen hoe het niet moet. Doe niet dit. Ja. Hier ben ik alles kwijt. Ja. Hier kijk je naar buiten toe en ik heb helemaal eigenlijk niks meer te vertellen. Dus nee. Blijf staan. Nu plak ik mijn hand eraan. Ik blijf zelf rechtop staan. Ik ga nu wat activeren. Let op. Galop. Let op. Galop. Ja. Is die even boos omdat ik hem even aanraak? Nou. Daar liggen we niet wakker van, dus ik maak weer verbinding. Ik laat hem rustig even overkruist galopperen. Zie, en dan corrigeert hij het zelf al. Ja, maar dat nu heb zag ik verbinding. En nu zie ik ook een mooie in balans galop. Neusje ervoor. Kijk, nou geeft hij na. Nu ga ik draven. Zweep zakt. Mijn stemhulp komt eraan. Zie, en een mooie overgang. Ja. Ik heb het paardje zeker niet te strak bijgezet. En kijk hoe mooie verbinding dat ik heb. En dan zeg ik, dan moet ik hem allemaal leren. Kijk, dus ik trek niet. Ik moest kijken, zo gehoorzaam. En halt. En je ziet dat ik ook in verbinding naar de pony toe ga. Dus je hebt gezien dat ik niet getrokken heb. Ik heb niet de longe door laten hangen. En zo zijn wij grote vrienden van elkaar. Ja. Wij begrijpen elkaar. Ja. Genoeg. Jullie hebben dus net kunnen zien dat ik ook echt weer heel veel heb bijgeleerd. En dit vond ik ook echt wel hartstikke leerzaam. Want ik liep zelf ook helemaal mee. Eigenlijk, nou luistert mijn pony heel goed. Maar ik had zelf eigenlijk helemaal geen verbinding met hem. Niet echt die contact die je echt moet hebben. Dus ik vond het zelf ja, ook echt weer heel leerzaam. En merk je, toen ik contact had, dat het paard op dat moment ook op mij gericht ja. is. Dus contact is niet alleen dat ik verbinding heb, maar dat hij dan ook op dat moment meer op mij gericht is. Ja, u zei ho en hij ging gelijk naar draf. Ja, en bij mij duurde dat ook nog een rondje. Ja. Lammert heeft dus ook een eigen online cursus. En als jullie daar nou aan mee willen doen, krijgen jullie dus als jullie het via Applejack doen 10% korting. Dus dat is natuurlijk ja, echt een mooie aanbieding natuurlijk. Dus doe er zeker allemaal aan mee, want ik heb ook echt nu al zoveel geleerd. Echt super leerzaam dit. Dus ik hoop dat jullie allemaal zeker ook deel 3 gaan kijken. Want dan gaan we dus lanceren met dubbele lijnen. En ik moet eerlijk zeggen, dat heb ik zelf ook nog niet gedaan. Dus ik ben heel erg benieuwd. Wat spannend hoor. Ja. Snel allemaal deel 3 kijken. Doei doei. Doei, doei.